is dit voor een soort molen? Dit is een stellingmolen en die werd voornamelijk vroeger gebruikt voor de jeneverindustrie. Nu is het een museum. Hij draait nog wel, maar hij is niet normaal vaardig. Wat kan je allemaal doen hier? Het is een jenevermuseum of een museummolen. Dus we hebben op de panoramazolder hebben we een leuke film draaien over de geschiedenis van de molens van Schiedam. We hebben een molenwinkel, daar kan je je meel en graanproducten, je bloem, je bakmixen, kan je aanschaffen. Je kan op bepaalde dagen, als de molenaar aanwezig is, kan je helemaal naar boven, naar de balie. En dan word je rondgeleid. Met alle ins en outs van de molen. We hebben ook nog een educatiezol erboven, waar kinderen ook zelf de graan kunnen malen. Dus eigenlijk heel veel te doen hier. Hoe oud is deze molen precies? Die is gebouwd in 1794 en in 1996, Valentijnsdag, is die geheel afgebrand. Ze kregen een melding van bewoners hier in de buurt van help, de molen staat in de fik. Nou ja, alle brandweerkorpsen kwamen aangesneld. En dagen later gingen ze in puin zoeken, opruimen. En toen vonden ze deze klok die hier achter je staat. Vonden ze tussen het puin en die is op het moment dat de brand uitbrak, is die stil gaan staan. Ja, en dat is voor ons natuurlijk iets om trots op te zijn, om zuinig op te zijn. Hoe lang heeft het geduurd voordat de molen weer was opgebouwd? Ik meen uit mijn hoofd 2 jaar, ruim 2 jaar. Hoe wordt meel gemaakt? Nou, dat gaat tussen de molenstenen. En als er voldoende wind is, dan gaan die molenstenen allebei een eigen kant op. En dan wordt het, nagelang wat het moet worden, wordt het fijngemalen. Wat voor soorten meel zijn er allemaal? Oeh, dat zijn er heel veel. We hebben natuurlijk heel veel verschillende graansoorten. We hebben tarwe, we hebben roggen, spelt. Het meel, daar zitten alle kiemen nog aan in de vliesjes. En bloem, dan is het echt helemaal uitgezeefd. En dan is het wat fijner. Dat is voornamelijk voor de koekjes en de fijne bakkerij. MUZIEK